Wie is het allerleukste konijn? Dat is Bobo. Waar willen Jack en Krabbes niet zijn? Bij Bobo. Wie heeft de boosste buur van het land? Dat is Bobo. Wie zet de zaakjes steeds naar zijn hand? Dat is Bobo. Als hij het weet, dan roept hij luid. Snuffel, snuit, ik ben eruit. Bobo, 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 Bobo. Hey, snuffel, snuit. Daar ben ik weer met de nieuwe verveel je niet tip. Vandaag gaan we poppetjes maken van aardappels. Aardappelpoppetjes. Daarvoor heb je nodig aardappels. Aardappels. En een beetje keukenpapier. Kwasten en een potje water. Stiften en een vel papier. Om poppetjes te kunnen maken van de aardappels, moeten de aardappels even doormidden gesneden worden. Zo. De aardappels zijn in stukjes gesneden en nu kunnen we die halve aardappels insmeren met verf en ermee gaan stempelen. Dat wordt het lijfje van ons aardappelmannetje. Ik vind dit wel een leuke vorm om mee te beginnen. Ook een kleintje. Dan nog een gele erbij. Heb nog een kleintje. Kijken of ik hem nog twee kleuren bij elkaar kan doen. Dat is ook leuk. De lijfjes van de aardappelmannetjes zijn klaar. Nu moeten ze even drogen. De lijfjes van de aardappelmannetjes zijn klaar. Dus nu mogen we ze een gezichtje en armpjes en beentjes gaan geven. Ik begin met een donkere stift. Deze krijgt een hoekje op. Hele gevaarlijke vis. Een piraataardappel. Een hele tekening met
aardappelpoppetjes. Jullie hebben vast allemaal wel aardappels, een stuk papier, verfkwasten en stiften in huis. Dus leef je uit en maak allemaal je eigen gekke aardappelpoppetjes. Heel veel plezier! Ik hoop dat jullie dit weer een leuk filmpje vonden. Dus geef ons een dikke like en word lid van het Bobo-kanaal. Tot de volgende keer! Snuffelsnuit! Leukste konijn, dat is Bobo. Waar willen Jack en Krabbel steeds zijn? Hey Bobo, wie heeft de boosste buur van het land? Dat is Bobo, wie zet de zaakjes steeds naar zijn hand? Dat is Bobo, als hij het weet dan roept hij luid. Snuffel, snuit, ik ben eruit. Bobo, 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 Bobo. Hey Snuffel, snuit, wat leuk dat je weer kijkt naar een Bobo verveel je niet tip. Vandaag gaan we stenen beschilderen. Stenen beschilderen, niet op een papiertje, nee, stenen. Wat heb je daarvoor nodig? Ten eerste, stenen! Toen ik met Frommel ben gaan wandelen, heb ik allemaal stenen gezocht. Grote, kleine, hele platte, hele dikke. Die stenen gaan we allemaal beschilderen. Om te beschilderen heb je nog meer nodig, namelijk verf, kwasten, een beetje keukenpapier en een potje met water. Voordat je ze gaat beschilderen, moet je de stenen eerst even goed schoonmaken. Gewoon in de wasbak met een beetje water en een borsteltje al het zand eraf borstelen. Want dat willen we natuurlijk niet in de verf hebben. Ik begin met de grote stenen. Je kan de kleuren ook mengen, hè? Dan krijg je weer een andere kleur. Een beetje geel, roze vind ik. Tada! En de eerste steen is klaar. En dan doe ik nu even een klein steentje. Dit. En dan laat ik hem eventjes drogen, want dan ga ik er straks een ander kleurtje overheen. Lijkt wel een beetje op de kop van een slang. Ik ga er een kop van een slang van maken. Dat is cool. Zo, die laat ik ook even drogen en dan ga ik eerst verder met de andere stenen. Je kan er ook een diertje van maken. Tada! Lieve eerstbeestje. Die horen bij elkaar. En nu nog even kijken, want deze is wel aardig droog geworden. De slangenkop is aardig goed droog. Kijken of het ons lukt om daar een echte mooie slangenkop van te maken. Ja.
ook de slangenkop. Is klaar. Zo, ik heb al mijn stenen beschilderd. Ik hoop dat jullie ze mooi vinden. Gaan jullie nu zelf ook allemaal stenen zoeken en ze zo mooi beschilderen als die van mij? Misschien kun je ze dan wel als cadeautje weggeven aan je opa of je oma of de juf. Dat vinden ze vast hartstikke leuk. Heel veel plezier met het beschilderen van jullie stenen. Hopelijk vonden jullie dit ook weer een leuk filmpje. Dus geef ons een dikke like en word lid van het Bobo kanaal. Tot de volgende keer. Snuffelsnuit. Leukste konijn, dat is Bobo. Waar willen Jack en Kram steeds zijn? Bij Bobo. Wie heeft de boosste buur van het land? Dat is Bobo. Wie zet de zaakjes steeds naar zijn hand? Dat is Bobo. Als hij het weet, dan roept hij luid. Snuffel, snuit, ik ben eruit. Bobo, 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 Bobo. Hey, Snuffel, snuit. We mogen er nog steeds niet uit. Dus heb ik weer een nieuw spelletje bedacht. En dat spelletje heet... Rara, wat voel ik? Wat heb je daarvoor nodig? Nou, je hebt daarvoor nodig een grote kartonnen doos. Daar maak je 2 gaten in. Daar kunnen dan je armen doorheen. Dat noemen we de voelbak. En in die voelbak, daar komen dus allemaal spulletjes te staan die je niet gezien hebt. En dan moet je voelen wat het is. Het leukste is natuurlijk als degene die het gaat voelen, die voorwerpen nog niet heeft gezien. Dus Krabbel, die heeft een paar voorwerpen voor me uitgezocht en ik moet gaan raden wat dat is. Nou, eerst maar eens eventjes de voelbak. Tadaa! De voelbak. Zo ziet de voelbak eruit. Hier een gat en daar een gat en daar kunnen mijn armen doorheen. Nu kan ik niet zien wat er in de voelbak zit. Ik ben benieuwd of ik alle voorwerpen goed kan raden. Voorwerp nummer 1 zit in de voelbak. Ik moet nu dus gaan raden wat erin zit. Daar gaat ie. Ik weet het, ik weet het. Tjerk zou zeggen, een klopper. Dat is een garde tjerk. Geen kloppen. Heb ik het goed? Ja! Volgende. Spannend. Oh, wat is dit? Het is een beetje zacht. Er zit een gaatje in. Oh, snuffelsnuit. Ik weet het. Een wc-rol. Ik denk dat het een wc-rol is. Heb ik het goed? Ja? Yes! Tom. Hé? Is dit? Oh, die is makkelijk. Dat is een pannetje van de keuken. Haha. Oeps. Eitjes bakken, pannenkoeken bakken. Volgende. Zit niks in. Oh, wacht wel. Huh? Wat is dit? Wat is dit? Het is hard. En er zitten allemaal stokjes aan. Wat is dit? Het is even goed voelen hoor. Oh, wacht even. Ik voel je... Is dit een kop? Zijn dit poten? Snuffelsnuit, ik weet het. Het is een giraf. Nou, nu zit er echt niks in. Dat is flauw. Oh, wacht. Wat is dit? Het is heel plat. Het is geen boek. Zitten allemaal ribbeltjes aan. Is het een zaag? Is het een zaag? Ja, het is de zaag. Zagen. Volgende. Nog een wc-rol. Ha, dat is wel een geluk.
hebben we voorlopig in ieder geval genoeg wc-papier. En de laatste. Oh, het is lang. En er zitten allemaal haartjes aan. Dat moet een kwast zijn. Nee? Oh. Even kijken hoor. Snuffelsnuit, ik weet het al. Deze gebruik ik wel 3 keer per dag. Om mijn tanden te poetsen natuurlijk. Is het een tandenborstel? Yes, weer eentje goed. Ha. Vond je dit nou een leuk filmpje? Geef ons dan een dikke like en word lid van ons Bobo kanaal. Tot de volgende verveel je niet tip. Doei! Knutselen. Ik ga namelijk een garage bouwen voor mijn speelgoedautootjes. Daarvoor heb je nodig heel veel wc-rolletjes. Wel lege wc-rolletjes, hè? Heel veel wc-rolletjes. Een lege doos. Doosje. Lijm. Kleurtjes. Plakband. En ik heb nog wat stickertjes om mijn garage mee te versieren. Zo. Je neemt de kartonnen doos. Daar moeten alle wc-rolletjes zo in gaan komen. Allemaal op een rijtje. Dus die gaan we een beetje aan elkaar vastplakken met lijm. En zo lijm je alle wc-rolletjes aan elkaar in de doos. Zo. Nu zijn alle wc-rolletjes in de doos gelijmd. Nu is het tijd om hem te gaan versieren. Ik wil er wel met grote letters op schrijven dat het een garage is. Daar heb ik nog een kartonnetje voor nodig. Zo, nog een kartonnetje. Je kan er ook een mooie tekening op maken van een auto als je het leuk vindt. Even kijken, auto ga ik erop schrijven. Auto. En de t. Heb ik allemaal geleerd in de Bobo. De t. En de o. Auto. En dan. Zo. Die plak ik hier even bovenop. Met een beetje plakband. Zo. Dan kun je je garage nog een beetje versieren. Met stickers bijvoorbeeld. Als je je garage nu mooi genoeg vindt, dan is het tijd om de autootjes erin te zetten. Nou, daar gaan ze hoor.
Die mag daar. Die mag daar. Kijk, helemaal vol met autootjes. En als je het nou niet leuk vindt om er autootjes in te doen, maar je wil er iets anders in doen, dan kun je het ook maken als huis voor je poppen bijvoorbeeld. Ook supergezellig. Zo, dus nu is het tijd om aan alle buren zoveel mogelijk wc-rolletjes te gaan vragen en zelf zo'n mooi bouwwerk te knutselen voor je autootjes of voor je poppetjes of voor iets anders wat je leuk vindt. Ik ben heel erg benieuwd waar jullie het voor gaan gebruiken. Vond je het filmpje nou leuk? Geef ons een dikke like en vergeet niet om lid te worden van het Bobo-kanaal. Tot de volgende keer! Doei! Piep, 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 piep. Achteruit. Piep, 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 piep. Allerleukste konijn, dat is Bobo. Waar willen Jack en Krabbel steeds zijn? Bij Bobo. Wie heeft de boosste buur van het land? Dat is Bobo. Wie zet de zaakjes steeds naar zijn hand? Dat is Bobo. Als hij het weet, dan roept hij luid. Snuffel, snuit, ik ben eruit. Bobo, 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 Bobo. Hey, Snuffel, snuit. Daar ben ik weer met een nieuwe Bobo Verveel Je Niet tip. Vandaag ga ik een bootje bouwen. Ik ga een bootje bouwen van een aantal spullen die de meeste mensen gewoon in huis hebben. Namelijk een paar plastic flessen en wat kartonnetjes. Ik heb een stokje, nog een kartonnetje van een oude eierdoos. Stiften, een nietmachine, een beetje plakband, een schaar of twee. En nog wat gezellig gekleurd papier. Daar kun je ook gewoon wit papier voor gebruiken en dan zelf kleuren wat je leuk vindt. Voor de knip- en snijmomenten moet je misschien even hulp vragen van je vader of je moeder. Want het kan best een beetje gevaarlijk zijn. Deze twee flessen worden de drijvers. Ik heb al aan papa gevraagd of hij daar eventjes twee spleetjes in wil maken met een scherp schaartje. Hier zitten dus twee spleetjes en hier zitten twee spleetjes. Daarmee kan ik de drijvertjes aan elkaar vastmaken. Dus ik steek hier een kartonnetje in. En ik steek hier een kartonnetje in. Zo. En dat doe ik ook aan de onderkant. De drijvers van de boot zijn klaar. Die kun je mooi versieren met een stukje karton of een stukje papier. Dat doe ik met een plakbandje. Dat is het dek van de boot. Daar kan je bijvoorbeeld nog leuk je naam op schrijven. Bobo! Een boot is natuurlijk geen boot zonder mast. Daar heb ik het houten stokje voor nodig. Hoor, dit is wel een beetje lang. Hij mag wel iets korter. Zo. Prima mast. Zo. Nu ga ik een zeil knippen van een stuk papier. Even kijken hoor. Ik vouw een zeiltje van het stuk papier. Die is een beetje te groot. Zo. Precies goed. Even afknippen. En die vouw ik dan zo om het stokje heen. Even vastzitten met de nietmachine. Oh jee, de nietjes zijn op.
ik heb weer nieuwe liedjes. Dus ik ga weer even verder met het maken van het zeep. Als je dit nou een beetje spannend vindt, vraag dan vooral om hulp. Perfect! Mijn boot is klaar. Tijd om hem uit te proberen. Zo, mijn boot is klaar om te water te gaan. We gaan hem eerst eens even uitproberen in de badkuip. Wauw! Wat blijft de boot goed drijven, zeg! Gaan jullie nu zelf ook zo'n mooie boot bouwen? Met je naam erop? Dat lijkt me superleuk! Ik ben heel benieuwd hoe ze gaan worden. Vond je dit filmpje nou leuk? Geef ons dan even een dikke like en vergeet niet om lid te worden van het Bobo kanaal. En dan is het nu tijd voor het echte werk. Buiten! Daar gaat ie! Van een bowlingkegel kan maken. Dat gaat als volgt. Je neemt een beetje aluminiumfolie. Ha. En daar pak je je drinkpak mee in. Zo, en dan heb je al een bowlingkegel. Daar heb ik er al een paar van gemaakt. Bowlen is natuurlijk niet leuk als het geen wedstrijdje is. Dus we moeten de bowlingkegels nog punten geven. Ik stel voor dat we zullen punten geven van 1, 2 of 3. Daar heb je de papiertjes voor nodig. Dus op de papiertjes kleuren we. 1, zo. 1.
Ik heb al mijn kegeltjes genummerd, dus nu is het tijd om echt te gaan bowlen. Met de tennisbal. Ik ga alle kegeltjes netjes neerzetten en ik probeer zoveel mogelijk punten te halen. Tellen jullie mee? Ik ga alle kegels hier mooi neerzetten. En ze mogen gewoon door elkaar. Tijd voor de eerste worp. Ik heb er 3 omver gegooid. Ik heb 3 punten. En 2 erbij. En nog eens 2. We hebben er 3. En nog 2 erbij. Is 1, 2, 3, 4, 5. En nog eens 2 erbij. Is 6, 7. 7 punten heb ik gegooid. Nu ga ik proberen nog meer punten te halen. Wow, dat zijn er veel. Eens even kijken hoor. Ik heb hier er 1. En 2 erbij is 3. En nog 1 is 4. Nog eens 3 erbij. 7. En nog 2. 9. En nog eens 2. 11 punten. Wow, dat is echt een super record. Kunnen jullie meer punten gooien dan ik? Bouw dan ook zelf zo'n mooie kegelbaan. Of daag je vader of je moeder of je broertje of je zusje uit voor een bowlingwedstrijd. Heel veel succes! Vond je dit filmpje nou leuk? Geef ons weer even een dikke like en word lid van ons Bobo-kanaal. Heel veel plezier met bowlen. Snuffelsnuit, tot de volgende keer! Wie is het allerleukste konijn? Dat is Bobo. Waar willen Chip en Krabbel steeds zijn? Bij Bobo. Wie heeft de boosste buur van het land? Dat is Bobo. Wie zet de zaakjes steeds naar zijn hand? Dat is Bobo. Als hij het weet, dan roept hij luid. Snuffel, snuit, ik ben eruit. Bobo, 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 bobo. Bobo, 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 bobo. Snuffelsnuit, ik ben domino-steentjes aan het neerzetten. Geweldig, hè? Maar deze rij moet nog veel langer worden. Ik wil namelijk de super deluxe langste domino-rij bouwen die er bestaat. Wat is dat? Oh nee, mijn domino-stenen. Krabbel, waar ben je mee bezig? Ik spring touwtje. Oh nee, nee, dat doe je niet. Hou daar onmiddellijk mee op. En waarom dan wel, meneertje Bobo? Nou, mevrouwtje Krabbel, omdat je met je gespring het hele huis laat daveren en ze vallen met domino-steentjes om. Maar dat is toch juist de bedoeling van domino-steentjes, hè? Dat ze omvallen? Oh, haha, grappig. Die rij die mag pas omvallen wanneer het een super deluxe langste domino-rij is. Daarom moet jij ophouden met dat belachelijke gespring. Begrepen? Belachelijke gespring. Denk meneertje Bobo wel. Hoi, hoi, hoi. Hoe gaat ie, Bobo? Sst. Wat ben je aan het doen? Vissen, nou goed. Niet weer, hè? Zo, ik spring lekker zo hard touwtje als dat ik zelf wil. Dat is wel een beetje vervelend voor je domino-steentjes. Precies. En omdat Krabbel niet wil luisteren, is er een andere aanpak nodig. Hoe bedoel je? Tjerk, wil jij Krabbel voor me weglokken? Oh, nee. Ik doe niet weer mee met een van je plannetjes. Waarom niet? Ik ben altijd de klos. Maar als Krabbel zo blijft springen, dan vallen zo al mijn domino-steentjes tegen de grond. En dan krijg ik nooit mijn super deluxe langs de domino-rijen. En jij bent toch mijn allerbeste vriend. Oké, het is al
goed, ik doe het. Waarom moest ik nou zo dringend hier naartoe komen? De tuin. Ja, de tuin is. Klaar met springen, mevrouwtje Krabbel. De tuin is. Mooi! Moest ik hier naartoe komen om te horen dat onze Tierlandtuin mooi is? Ja! Ik ga weer touwtjes springen. Oh, het is niet waar, hè? Daarom moest ik dus mee naar de tuin. Ja, zodat Bobo mijn springtouw door midden kon knippen, hè, Tjerk? Oeh, zie je wel. Dan ben ik weer de klos. Ja, reken maar. Maar je kunt het ook weer goed maken, hoor. Ja, je moet gewoon Bobo... Ik moet helemaal niets. Nee, ik doe niet meer mee met jullie plannetjes. Jawel. Ja, door jouw schuld is mijn touw nu stuk. Ik voel me zo... zo ongelukkig. Oké, het is al goed. Zeg maar wat ik moet doen. Waarom moest Tjerk nou zo nodig de tuin laten zien? Af en toe is die Tjerk gewoon een rare wortel. En nou snel verder bouwen. Nee, die staat niet goed. Huh? Huh? Snuffel, snuit. Wat is dat nou? Alles wordt fijn met een beetje lijm. Krabbel, wat heb je gedaan? Jij wilde toch dat je dominosteentjes bleef staan? Je hebt ze vastgelijmd. Ja, had jij mijn springtouw maar niet door midden moeten knippen? Oh, maar jij mocht niet springen. Dat mocht ik wel. Hou nou toch eens op met ruzie maken. Jij had haar niet mogen helpen. Dat is jullie eigen schuld met jullie plannetjes. Maar nu zijn jullie samen de klos. Huh? Oh. En daarom heb ik nou een plannetje. En zo vertelde Tjerk dat ik Krabbel's touw weer moest repareren en dat Krabbel met een sponsje en een sopje water weer alle vastgelijmde dominosteentjes moest losmaken. En daarna liet Tjerk ons samen weer de hele domino-rij bouwen. En dan mogen jullie nu samen touwtjes springen. Huh? Oké dan. 1, 2, 3. En door zo samen te springen, lieten Krabbel en ik alle dominosteentjes omvallen. En zo hadden we een super deluxe langs de omvergevallen domino-rij. Snuffel, snuit. Allerleukste konijn, dat is Bobo. Waar willen Tjerk en Krabbel steeds zijn? Bij Bobo. Wie heeft de boosste buur van het land? Dat is Bobo. Wie zet de zaakjes steeds naar zijn hand? Dat is Bobo. Als hij het weet, dan roept hij luid. Snuffel, snuit, ik ben eruit. Bobo, 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 Bobo. Hé, Snuffel, snuit. Ik mag er niet uit. Ik zit al meer dan een week thuis en ik verveel me dood. Zelfs Tjerk heb ik al super lang niet gezien. En ik mag ook niet naar school. Jullie ook niet zeker. Ja, ik heb al mijn puzzels al gemaakt en ik heb al getekend en ik heb mijn schoolwerkjes al af. Jullie zullen je ook wel vervelen, hè? Maar daar heb ik iets op bedacht. Ja, want vanaf nu krijg je elke werkdag een verveel je niet tip van mij. Ik wilde vandaag dus gaan tennissen tegen deze mooie muur. Wat denk je? Mag niet van mama. Super saai. Dus daar heb ik wat op bedacht. We gaan namelijk tennissen met iets wat iedereen in huis heeft. Een koekenpan. Tada!
Ik heb alleen nog iets nodig waarmee ik kan tennissen. Snuffelsnuit, ik weet het. Een wc-rol. Zouden we die nog wel hebben? Mam, hebben we nog wc-rollen? Tada, wat een geluk. De laatste. De bedoeling is dat je deze wc-rol zo vaak mogelijk in de lucht gaat tikken met de koekenpan. Zullen we het eens proberen? Daar gaat ie. 1, 2, 3. Misschien gaat het beter met een grotere koekenpan. Tada! Zo, nu moet het wel beter gaan. We gaan dus tellen hoe vaak ik de wc-rol omhoog kan slaan. Tellen jullie mee? 1, 2, oh! Oeh, moeilijk hoor. Nog even oefenen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oeh, dat waren er echt superveel. Zo, en als je dit heel vaak kan, weet ik nog een leuk spelletje. Namelijk het wc-rol in de wasmand slaan. Ha! Dit kun je ook leuk doen samen met je papa of mama. Of je broertjes of zusjes als je die hebt. Eens even kijken. We nemen een beetje afstand. En dan ga ik proberen de wc-rol in de wasmand te slaan. Eens kijken hoor. Oh, te hard! Met het wc-rol in de wasmand mikken of wc-rol hoog houden, daag dan je vader of je moeder of je broertje of je zusje uit voor een wedstrijdje. Ik ben benieuwd wie er wint. Ha! Vond je dit filmpje nou leuk? Geef ons even een dikke like en word vooral lid van ons YouTube-kanaal. Ik ga nog even oefenen, want ik wil natuurlijk wel winnen. Snuffelsnuit, dit filmpje is uit. Tot de volgende keer! Allerleukste konijn, dat is Bobo. Waar willen Jack en Krabbel steeds zijn? Hey Bobo, wie heeft de boosste buur van het land? Dat is Bobo, wie zet de zaakjes steeds naar zijn hand? Dat is Bobo, als hij het weet dan roept hij luid. Snuffelsnuit, ik ben eruit. Bobo, 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 Bobo. Hey Snuffelsnuit, daar ben ik weer met een nieuwe verveel je niet tip. Vandaag gaan we lekker grabbelen. Ja, je hoort het goed. Ik ga een grabbeldoos maken met allemaal verrassingen erin. Hebben jullie ook wel eens gegrabbeld? Misschien op Koningsdag of op een ander feest. Weet je wel, zo'n doos met allemaal snippertjes erin. En daar zitten dan cadeautjes in verstopt. Nou, zo'n doos gaan we zelf maken. Dan kun je papa of mama laten grabbelen. Of je zusje of je broertje. En misschien ook wel iemand op straat. Vriendinnetje of een vriendje, dan zet je de doos voor de deur, dan neem je zelf een beetje afstand en grabbelen maar! Wat heb je daarvoor nodig? Een kartonnen doos. Eén kartonnen doos. Een vel papier om op de doos te plakken. Kleurtjes. Een schaar. Plakband. Oude tijdschriften. En dan natuurlijk de cadeautjes! Hier, leuke stiften waarmee je op een t-shirt kan tekenen. Een mooie kaars in de vorm van een cactus. Mooie kleurtjes. Deze leuke poppetjes. Gedroogd fruit. En een spelletje. Zo. En nog een auto.
ik de grabbeldoos een beetje versieren. De grabbeldoos is versierd. Je kan er nog veel meer versieringen bij bedenken natuurlijk, hè? Wat je zelf wil. Dan ga ik nu de cadeautjes inpakken. Zo, en ook het laatste cadeautje is ingepakt en verdwijnt in de grabbelton. Nu moeten we de grabbelton nog even vullen met allemaal propjes en snippers. Dan pak je de rest van je tijdschriften. Misschien heb je nog wel wat folders thuis. En die ga je lekker zo opfrommelen. En wat ook leuk is, is om er reepjes van te knippen. Niet te veel tegelijk. De grabbelton is helemaal gevuld met propjes en snippers. Dus nu is het tijd om te gaan grabbelen. Je kan bijvoorbeeld je moeder laten grabbelen. Ze moet dan gewoon haar hand in de doos steken, net zo lang, totdat ze een cadeautje heeft gevonden. En als ze dan het cadeautje heeft gevonden, bijvoorbeeld deze, dan mag ze dat uitpakken en houden. Zo. Wat is het wel? Oh! Tada! Ik heb de leuke gekleurde stiftjes. In de vorm van een bloemetje. Het propje kan weer terug. En er kan weer. Heel veel succes met het maken van je eigen grabbeldoos. Veel plezier! Keer. Vond je dit filmpje leuk? Geef ons weer een dikke like en word lid van het Bobo-kanaal. Doei! Allerleukste konijn, dat is Bobo. Waar willen Jack en Krabbel steeds zijn? Hey Bobo, wie heeft de boosste buur van het land? Dat is Bobo, wie zet de zaakje steeds naar zijn hand? Dat is Bobo, als hij het weet dan roept hij luid. Snuffel, snuit, ik ben eruit. Bobo, 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 Bobo. Hey Snuffel, snuit, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Bobo verveel je niet tip. Vandaag ga ik een propjesparcours bouwen. Een propjesparcours, dat is een soort doolhof survivalbaan voor een propje. En dat propje moet je er dan doorheen blazen met een rietje. Ik heb daarvoor allemaal bouwspulletjes verzameld. Bijvoorbeeld blokken, Duplo. En iedereen heeft natuurlijk wel iets anders in huis om mee te bouwen. Dus pak vooral al je bouwspullen bij elkaar en dan kunnen we een mooi parcours gaan bouwen. Ik ga in ieder geval alvast mijn bouwspulletjes pakken. Zo, ik heb hier mijn bouwspulletjes verzameld en daar ga ik een mooi parcours van bouwen.
is de start. En daar is de finish. Nu nog een propje en een rietje. Let op, daar gaat ie! Proberen een nieuwe tijd neer te zetten. Wat je ook kan doen, is bijvoorbeeld een hele lange baan maken door de hele kamer. En dan tegen je vader of je moeder of je broertje of je zusje doen wie het snelst bij de finish is. Heel veel plezier met het bouwen van je eigen parcours. Ik ga nog eventjes een paar rondjes propjes racen.